achter, allemaal één punt minder. En dan ziet u het duel waarom het gaat in een andere letter, andere kleur. FC Groningen tegen Wageningen. Voor de zwart-wit kijkers is dat wat grijzig. 9-12 om 8-10. VVV daarachter ook 8 gespeeld, 10 punten. De Graafschap, u ziet dat, is kampioen van de eerste periode. Waar het dus om gaat is de wedstrijd Wageningen tegen FC Groningen. Niet alleen de Groningers beklommen de Wageningse berg, maar ook een aantal toeschouwers, waaronder voor ons de commentator Wim Jessen. Bal bij Groningen, Veldmaten, Houtman, nog weinig aan de bal geweest, dit doet hij goed. Gaat al langs Van den Berg heen, terecht dat Gans laat doorspelen. Zwanenburg met Houtman, maar dat begreep Houtman niet, geblokkeerd door Braam. Opnieuw zo'n dieptepaas van den Berg. En dat heeft hij in zijn linkerbeen, Hazelhekke, Van Pelt nu vrij voorin. De bal komt nu ongetwijfeld bij Leushuis, schiet in, maar naast. Braam, dat doet hij handig. Van Oostenbrug op rechts. Vindt weer Van den Berg. Iedere keer die bal via Van den Berg, maar dat was een foutieve paas, evenals van Loon, van de Klift. Afstandsschot van Vijfwijken, goed verwerkt door Griever. Wageningen gunst de tijd om aan te vallen, maar slaat dan toch wel goed toe. En Boer speelt terug op Griever, de eerste reële mogelijkheden voor Wageningen. Veldmaten in de breedte op Boer. Tempo is niet al te hoog nog in deze wedstrijd. Bal in het centrum weggehaald door Leushuis. Van Oostenbrugge. En nu moet Wageningen die ruimte benutten. En dat gebeurt nu van den Berg op Van Vijfwijk. En die heeft alle vrijheid nu om naar het doel van Griever te gaan. Vindt Van Loon voor zich. Verspeelt de bal, maar nu mogelijkheden voor Van den Berg. Een afstandsschot, probeert de bal in het centrum te spelen. En Veldmaten, ja, dat lost hij erg goed op. Veldmaten speelt terug op Griever. Van Loon. Het is Bakker die de ruimte ingaat en die daar handig langs Van der Klift gaat. Bal moet nu voorkomen, doet dat ook. Suvé eruit en verliest de bal. Ingeschoten door Van Loon en weggehaald door Van der Klift. Van Dijk, Veldmaten volledig vrij op dat middenveld richting Peter Houtman. Die werkt hem net over de lat en dat was een hele mooie actie van Peter Houtman in de eerste helft. Zijn eerste vrije actie en dat na 26 minuten spelen. En daar komt Van Loon goed uit, opnieuw Hiddink. In de breedte en dan is er ruimte aan de linkerkant voor Boer. En dan krijgt Boer die bal van Veldmaten. Op links Zwanenburg, in het centrum Mulder en Houtman. Uitstekend werk van Braam daar. Van der Leij, Van Pelt voorin, Van Vijfwijken en Hazelhekken. En nog steeds Van der Leij. Een 1-2 met Van Pelt. En nou moet die bal voorkomen. Iets te laag, maar toch problemen daar. En het wordt een doelpunt. Dat moet een doelpunt worden nu van Hazelhekken. Nee, via de benen van Azing Griever gaat die bal over het doel heen. Wat een riante mogelijkheid had Wageningen hier na ruim een half uur spelen in de eerste helft om op 1-0 te komen. Bakker, Hiddink, Mulder, Boer. En nou loopt het wel goed, het patroon bij FC Groningen. Boer krijgt de tijd om voor te zetten. Weggehaald door Van der Klift, maar de bal nog steeds in het strafschopgebied. En Van Dijk die maaide daar half over de bal heen. En dan is het Tollenaar die kan wegwerken. Het is bij Vlagen dat FC Groningen hier iets terug doet tegen een in de eerste helft beter spelend Wageningen. Van Pelt en een hoekschop via Boer. 6,5 minuut gespeeld in die tweede helft bij deze hoekschop voor Wageningen. Genomen door Van den Berg. Bal hoog in die doelmond. Tollenaar erbij. Hazelhekken dan nu. Terug op Leushuis. Opnieuw Hazelhekken. Dat is een aardige beweging van Hazelhekken. Moet die bal nu voorbrengen. Ingekopt door Van Pelt en weggehaald door Mulder. Maar nu Tollenaar. Nee. Chaotische toestanden nu voor dat doel van Groningen. Maar het speelveld is zo klein dat Wageningen, althans op dit moment, nog niet kan profiteren. Van Oostenbrugge brengt voor. Griever eruit, weggestompt. En er begint nu tenminste wat spanning hier op de Wageningse berg te komen. Het publiek reageert ook. Van der Klift. Van Oostenbrugge. Maar daar is niets aan de hand. Bakker. Wordt fel gejaagd nu door Wageningen. Van Pelt die gaat ingooien. Het is Braam die mee opkomt.
Nog steeds Braam vindt Hidding voor zich en via Hidding opnieuw een hoekschop. En dat na ruim 11 minuten spelen in de tweede helft. Komt wat meer agressie nu in die aanvallen van Wageningen. Dat moet ook wel, want de eerste helft is tussen Wageningen en Groningen een slaapverwekkende vertoning geweest. Braam vindt daar Van Oostenbrug en die kan schieten. En dat doet hij nu ook en het is geen doelpunt, want Giefer is opnieuw op zijn plaats. Bal goed opgevangen door Hazelhekken. Braam die opkomt kon er niet bij, Veldmaten. Van Loon op rechts sloept hem de bal en dan komt er wel een goede paas van Veldmaten op Van Loon. En nu zijn dat mogelijkheden voor Groningen. Bal goed voor. Eddy Bakker mist, Houtman mist. En dan werkt Houtman zelf de bal over de achterlijn, dacht ik. Inworp richting Zwanenburg. Dijkstra. Geblokkeerd door Braam. Een hoekschop voor Groningen. Dijkstra, Zwanenburg. Er is niemand van Wageningen bij. Zwanenburg die bal voor. Richting Peter Houtman ingekopt naast. Ruim 2 minuten zijn er nog te spelen bij Wageningen tegen Groningen. Deze vrije trap die wordt genomen door Hidding. Bal op Waalderbos. Maar opnieuw gaat Groningen het in de breedte zoeken. En is iedere verrassing uit het spel. Houtman. Gaat daar langs Leushuis. Bal nu voor richting Leen Zwanenburg. Kan hem opvangen. Gaat nu inschieten. En dan haalt Braam de bal op een uitstekende manier weg. Maar beide blijven wel geblesseerd liggen. Er was geen sprake van een overtreding. Nog één keer Wageningen. Van der Leij. Bal in die doelmond. Peter Houtman assisteert zijn verdediging. En dan Braam met een afstandsschot. Maar dat gaat meters en meters naast. Ja, en dan hoeft het voor scheidsrechter Gans ook niet meer. We hebben hier op de Wageningse Berg, mag ik zeggen, een zeer teleurstellend duel gezien. Een wedstrijd tussen twee ploegen die wel wilden, maar duidelijk het niveau niet hadden. De wedstrijd Wageningen FC Groningen eindigt in 0-0. De uitslagen van de eerste divisie, FC Den Bosch Eindhoven gisteravond. Vanwege de mist ook ging het niet verder door. Het bleef 0-0 dus en die wedstrijd wordt TCT overgespeeld. Sportclub Cambuur Helmond Sport 5-0. Opnieuw erg goed Sportclub Cambuur. 5500 toeschouwers. Doelpunten van Henk de Groot.